Welkom bij een nieuwe video op het YouTube kanaal van Family Loop. Vergeet zeker niet te subscriben als jullie onze video's leuk vinden. En ja, dat is het. Dus vandaag ga ik voor jullie een shoplog. Ik ben nog altijd in Brussel, zoals jullie kunnen zien. Mijn vorige vlog was normaal de Brussel vlog. En zoals jullie ook konden zien in de video, hebben we geshopt. Dus ik wou heel graag laten zien wat dat ik gekocht heb. Deze is van mezelf. Als eerste een flesje water voor onderweg. Leeg. Dus ik heb goed gedronken. Alhoewel, goed gedronken, dat is maar een halve liter. Wacht, nee, ja, 50 centiliter. Dus dat is eigenlijk totaal niet goed gedronken. Dan de nieuwe Benefit Dandelion Twinkle. Dat is deze. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien zo. En oh, die is zo mooi. Dat is een highlighter van Benefit. We wisten al op het Beauty Blender event, waar een vlog over is op Totally Too, dat deze ging uitkomen. Maar die ging pas 2 juni uitkomen, denk ik. Dus nu dachten we, oh, we gaan hem halen. Dus dat is die. Dan bij Subdued heb ik het kleedje gekocht. Sorry trouwens, maar ik ben nog altijd een beetje ziek. Ik heb nog altijd klierkoorts, dus ik heb, ja, soms voel ik me niet heel goed. Dan dit kleedje. Wit, redelijk simpel eigenlijk. Maar wel super mooi voor op vakantie of zo. Dan deze broek, een linnen lichtgrijze broek. Zo'n een gekledere modelletje, maar dan een linnen stof. Echt zo'n dun stofje. Dan ja, chocolade van Exki. Dat is de karamel chocolade van Exki. Dat is echt een van mijn favorieten. Dat is echt super lekker. Dan de volgende winkel was de Zara. In de Zara. Echt goed mijn best gedaan. Foei foei. Maar ja. Dit topje. Zo'n crop top. En die was maar 3 euro. Dus ik dacht, die neem ik mee. En zo'n fel oranje kleurtje. Vond ik wel tof. Dan dit zwart off-the-shoulders blouseje. Daar hangt nog een sticker op. Maar het is dus eigenlijk zoiets als wat ik aan heb. Maar dan in het zwart. Want heb ik nu zo'n zweetvijvers? Oh nee. Oh, dat, of wel. Dat leek even zo in de camera. Geen zweetvijvers, denk ik. Maar dus iedereen vraagt altijd van waar ik mijn off-the-shoulder stapjes haal. Ik heb er een heel deel van Brandy Melville. Zoals dit. Dat is een iets zachter stofje. Dan heb je zo van die ribbeltjes. Heb je er redelijk aan de Zara. En die kostte 5 euro. Dus ik heb die al in het zwart met wit gestreept. Rood met wit gestreept. In het wit. Of wit was niet meer in mijn maat, denk ik. En dan deze. In het zwart. En dat is altijd keihandig om aan te doen met een jeans of met een short. Dus. Dan ook nog dit blouseje van de Zara. Een kant. Zo'n beetje peepluim. En kanten, doorzichtige mouwtjes. Dan dit kleedje. Kei leuk voor een Ibiza, vond ik. Het ziet er een beetje zo'n zak uit nu, als je het zo gaat zien. Maar het was echt super mooi aan. Het heeft zo pomponnetjes. Dit was €29,95. Oké, dan next is aan. Hier heb ik het meeste gekocht, maar het minste betaald. Want H&M is wel redelijk goedkoop. Als eerste bikinis. Oh, zit een knoop. Ai ai. Oké, ik ga het zo moeten doen, want het zit serieus aan de knoop. Broekje. Kostte €4,99. En dat is het bijhorende topje. Ook €4,99. Jullie hadden mij ingelicht over deze goedkope bikinis. En ik dacht, oké,
Dan koop ik er ook. Dan dit kakigroene shortje. Dan dezelfde bikini in het geel. Ik wou eigenlijk heel graag de roestkleur. Maar die hadden ze niet meer. Geel wou ik het minst graag van al. Maar ja. Dan heb ik toch maar de gele genomen. Omdat de roest er niet meer was. In het broekje neem ik altijd maatje 34. Dus dat is 34. En de topjes, voor wie zich dat afvraagt, ga ik altijd voor een 40 in H&M. Dan dit blouseje. Dat vind ik ook wel super schattig. Zo'n licht blauw. Of de shoulders blouseje met lange mouwtjes. Dan dit crochet topje. Of hoe noemt je zoiets? Dat is dit. Ik dacht dat ik iets aan de deur hoorde. Dat is dit. Dat was kei mooi op die kakkigroen short. Dan, dat heb ik al laten zien. Dit blouseje. Zo'n beetje een overgooiertje voor aan het zwembad. Want dat is heel open. Dat heeft zomaar een dun stukje in de rug. Dus dat kun je zo fijn over een mooie witte bikini doen of een kakkie bikini. En dan ziet je er zo chic uit. Dan deze zwarte crop top met mouwtjes. Deze heb ik eigenlijk gekocht om te sporten. Ik sport altijd met een sportlegging die hoog komt. Omdat ik dat veel aangenamer vind. En dan niet heel tijd zo moet zitten trekken. Dus ik hou ervan van een hoge legging. En dat betekent dus dat je daar een crop top op kunt doen. En je ziet je buik nog niet. Dus daarom deze. Dan heb ik nog om te sporten deze short gekocht. Dat is ook iets hoger, iets meer high-waisted. Het zal eerder zo'n thuis short zijn of een sportshort, dat weet ik nog niet. Hangt ervan af hoe goed dat hem bedekt tussen de benen. Als je beenoefeningen doet of poepoefeningen. Want ik wil natuurlijk niet heel mijn hoeha aan iedereen laten zien. Dus. Dan heb ik ook die short in het licht roze. Dus deze met dit truitje erop. Een crop sweatertje. Dat is wel super cute. Met zo'n hoodie. Dus hier zou ik ook nog in gaan sporten, denk ik. Omdat die short wel hoger komt. Dus dan ziet je niet echt buik. Maar weer, je moet kijken hoe dat tussen de benen valt. En dan deze joggingsbroek. Ook in dat lichtroze. Juist hetzelfde. Dus dan kan ik die daar ook bij combineren. En dan als laatste denk ik, ja, twee paar schoenen. Deze sandaaltjes. Ja, je ziet het nu niet zo goed. Maar ja, het zijn zo instekertjes en hier een stuk over de voet. En dit gaat dan toe rond de enkel. En dan deze sandaaltjes nog. Witte. Komt nog altijd goed van pas. En deze zijn wel redelijk simpel. Dus dat is wel mooi. Dat is dus alles wat ik heb gekocht. Redelijk wat. Ik heb goed mijn best gedaan. Ik heb echt een probleem. Ik ben echt verslaafd aan shoppen. Zeker als ik zo ergens anders ben. Dat is wel, thuis shop ik niet veel. Of bijna nooit eigenlijk als ik thuis ben. Het is niet vaak dat ik zeg van ik ga naar Hassel of zo. Ik heb dat overlaatst één keer met Celine gedaan. Maar voor de rest doe ik dat bijna nooit. Maar als we dan ergens anders zijn, in een stad, dan willen we altijd ook even winkelen. Om, ja, je moet toch weten welke winkels er zijn in een stad. Nee? Allee, als je naar Ibiza gaat, of naar Parijs, of naar Brussel, dan moet je toch even kijken wat ze in huis hebben van winkels. Dus dat ben ik gaan doen. En het is goedgekeurd. Al heb ik bij H&M en Zara geshopt en heb je dat overal. Maar Subdued heb je wel niet overal. Dus dat is wel fijn dat ze dat in Brussel hadden. Oké, hier ga ik de video afsluiten. Het was iets korter denk ik. Ik weet het niet. Maar ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien wat ik allemaal heb gekocht. Doe zeker thumbs up als jullie het leuk vonden. Laat ook zeker een leuke comment na van wat uw favoriete stuk was in deze vlog. Wat je het leukste vindt en hoe je iets zou combineren. Daar ben ik wel heel benieuwd naar.
Ik heb veel afzonderlijke dingen gekocht. Dus zo'n beetje inspiratie van nou, dit kun je met dit combineren is altijd tof om te weten. En dan zie ik jullie volgende keer weer. Dag!